Met de RailPro Zelfscan wordt het meenemen van producten uit het magazijn eenvoudig. De producten worden snel geregistreerd op de juiste werkorder. Met de gele toets scant u. Het numeriek toetsenbord gebruikt u voor de invoer van het ordennummer of de aantallen. Met de oranje toets kunt u overstappen naar de invoer van letters. Druk op Backspace om uw invoer te wissen. Pak de handscanner uit de houder en druk op de Aantoets. Toets of scan uw personeelsnummer en druk op enter. Het artikelvakje wordt geel. Scan de code van het product. Die bevindt zich op de bak of de stelling. Voer het aantal in en druk op enter. Herhaal dit tot de order compleet is. U kunt nu een tweede werkorder aanmaken. Kies voor volgende werkorder en toets ja. De eerste werkorder kan nu niet meer gewijzigd worden. U selecteert nee om in de huidige werkorder te blijven. Herhaal de eerder genoemde stappen om de tweede werkorde compleet te maken. Voor het verwijderen van een productregel selecteert u de regel en kiest u Verwijder. Om het aantal van een product te verhogen, scant u het product nogmaals en voert u het extra aantal in. Dit wordt bij de productregel opgeteld. Kies Verzenden om de orde af te ronden. Bevestig met ja. Na 30 seconden wordt de order automatisch verzonden. Kies voor Nee indien u nog wijzigingen wilt doorvoeren. Tijdens het verzenden toont de scanner het scherm Verzende gegevens. U hoeft hier niet op te wachten en rond af met de Entertoets. Plaats de scanner terug in de houder. Voor meer informatie over het toepassen van de RailPro zelfscan bij uw werkzaamheden kunt u contact opnemen met Veustalpine RailPro.